In deze video gaan we kijken naar mijn tweede portfolio. Het portfolio waarin ik elke maand 250 euro investeer. De laatste keer dat we dit portfolio bekeken is in mei van dit jaar geweest. Dus ongeveer twee maanden geleden. Ik kwam erachter dat ik vorige maand geen update heb gemaakt over dit portfolio. En nu is de maand bijna voorbij. En gaan we dus even nog kijken naar het portfolio. Hoe staat het ervoor? Hoe verhoudt het zich tot een breed gespreide index? En welke transacties heb ik gedaan? Sinds de vorige video heb ik één aandeel, verkocht, uh, één aandeel gekocht en twee aandelen verkocht. Welke aandelen dat zijn en waarom ik ze gekocht of verkocht heb, dat wil ik gaan bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou, weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. We kijken dus naar mijn tweede portfolio waar ik elke maand 250 euro investeer. Het idee van dit portfolio is om een breed gespreide index te verslaan. Dus het is voor de meeste mensen de verstandigste keuze als je gaat beleggen om dat breed gespreid te doen. Via een ETF zoals VWRL kost je weinig tijd. Je hebt een gemiddeld rendement en dat levert mooie resultaten op, op de lange termijn. Maar het is vaak interessant of ooit ben je eigenwijs en je denkt ik kan het beter dan de markt. Daar is deze videoserie voor. Kijken of dat inderdaad lukt. Uh, die tijd, die energie die we erin steken om aandelen te selecteren, kijken of dat op de lange termijn ook extra rendement oplevert. Dat gaan we dus zo meteen bekijken. Normaal zou ik nou overstappen naar het account van de Giro. Maar helaas heeft de Giro op dit moment onderhoud, dus daar kunnen we even niet naar kijken. Maar mocht je op zoek zijn naar een broker. Kijk ook zeker naar de Giro, dat is de broker die ik gebruik voor beide van mijn portfolio's. En een affiliate link naar de Giro vind je onder deze video ook terug. En dan kun je ook meteen gebruik maken van de actie die ze op dit moment hebben. Maar gelukkig maak ik ook gebruik van de Portfolio Dividend Tracker. Nou, aan de ene kant om het portfolio in de gaten te houden, kijken wat het rendement is en eventueel ook dus het dividend. Daar komt de naam natuurlijk ook vandaan. Ook een affiliate link daarvan vind je onder deze video terug. Maar uh, hier kunnen we natuurlijk wel gewoon kijken hoe het portfolio er nu voor staat. We zien hier rechtsboven bijna 13.000 euro op dit moment. En daar moet ik één opmerking bij plaatsen. Um, ik heb gezegd dat ik vorige maand geen video heb gemaakt. Dat betekent ook dat ik die maand dus geen 250 euro heb gestort. Dat had ik eigenlijk moeten automatiseren. Maar eigenlijk kunnen we hier dus nog 250 euro bij optellen. En zitten we iets boven de 13.000 euro. Als we naar beneden scrollen, zien we hier. De posities en ze staan geselecteerd op portfoliogewicht, oftewel procentueel gezien de grootste positie staat bovenaan, en dat is op dit moment wederom de cash-positie. Zoals gezegd, ik heb ik twee posities verkocht, dat is een reden. En eigenlijk zou die dus nog iets groter zijn met de 250 euro die ik nog moet storten, dan zouden we iets boven de 20% uitkomen. We zien het in de markt. Um, er is best wel veel gaande, de technologie aandelen hebben het heel goed gedaan de laatste tijd, dit jaar zeker. Ze maken nu echt een, een draai, er is een sectorrotatie rotatie vindt er plaats en ik ben op dit moment op zoek naar nieuwe aandelen waar ik denk dat daar kansen liggen. Heel veel is overgewaardeerd, tenminste aandelen die ik interessant vind en ik doe dus mijn best om aandelen te zoeken. Kijken we naar de rest, dan is dat Coinbase die het eerste aandeel wat bovenaan staat. Uh, Zo'n 17% op dit moment van het portfolio, 40% in de plus, oftewel 644 euro. En dit is een positie die ik al best wel lang heb: twee jaar en zes maanden. Maar na de vorige bullrun van Bitcoin en zo heb ik hem niet verkocht. Had ik uiteindelijk wel moeten doen, misschien achteraf gezien. En nu ben ik juist opnieuw ingestapt. Uh, omdat ik juist denk dat er een nieuwe boeren aan gaat komen, juist nu de halving ook voorbij is, en dat het best wel positief uit kan pakken voor dit aandeel, dat het zeker de markt gaat outperformen. De uh, Alphabet, oftewel Google, staat op de tweede plek, zo'n 570 euro in de plus, oftewel 70%, en dat is een aandeel dat ik nou, nu al iets meer dan anderhalf jaar op dit moment in bezit heb, en is zo'n 10% van Portfolio. En de derde positie is Alibaba. Dat is ook meteen het eerste aandeel, het grootste aandeel wat in de min staat 14%. Duurt echt al heel lang um, voordat het eindelijk een keer uit dat dal komt. Dat dal is inmiddels gewoon vlak al lange tijd. En het zit gewoon heel erg tegen rondom China. Het is niet van mij een reden om nu te verkopen, verlies te nemen. Maar het is ook geen reden van mij om het nu groter te laten worden, deze positie. Verder zien we wat andere positie, als Visa, Qualcomm, PayPal. Inmode in mode die het ook nog steeds niet goed doet. Helaas. Skyworks, waar het wat beter gaat. Van X Semiconductors ETF die meer dan verdubbeld is. De AX, die 30% in de plus staat. Blockchain staat inmiddels ook in de plus. Is een aandeel of een ETF die ik uiteindelijk ga verkopen. Maar ook dat hangt natuurlijk samen met de marktcycle van Bitcoin of crypto in het algemeen. En uiteindelijk de cloud computing ETF die nog steeds in de min staat met zo'n 42%. De meeste positie die wat groter verliezen laten zien, zijn ook niet mijn grootste posities. Dus dat is een beetje een voordeel, um, al had ik eigenlijk meer verwacht van inmoot. Maar ja, dat is misschien net verkeerd getimed, verkeerd bekeken en soms zit het tegen, terwijl op andere momenten het best wel goed gaat met andere aandelen, dus dat moeten we ook zeker meenemen gaan we dan kijken naar de prestaties, de prestaties van mijn portfolio weggezet tegen de MSCI All World, oftewel een breed gespreide index, breed gespreide ETF zou dat kunnen zijn. VWRL volgt bijvoorbeeld deze index ook. Wat we dan zien is dat mijn portfolio op dit moment 13,73% in de plus staat dit jaar en de markt 13,13, ,13. oftewel op dit moment sta ik er net een klein beetje boven. Je ziet ook, een paar dagen geleden stond ik eronder, een paar dagen daarvoor stond ik er boven. En juist de laatste tijd hangt het heel erg samen met hoe de markt op die dag reageert. In het begin van het jaar stond ik juist nog negatief. Lag ik ver achter tot een begin februari. En toen is het eigenlijk wel behoorlijk goed gegaan. Uh, dat is positief. En het is een klein verschil, 0,6%, dus het is niet het grootste verschil. Um, ik had gehoopt dat het groter zou zijn voor alle tijd die ik er eventueel in heb gestopt. Kijken waar de meeste verschillen dit jaar vandaan komen. Is dat van Coinbase? Zo'n 520% van het rendement komt daar vandaan. Het aandeel zelf is dus zo'n 40% in de plus staat het dit jaar. Um, gevolgd door Alphabet. Um, dit aandeel staat 20% in de plus dit jaar, zo'n dus 250 euro. Silicon Motion is een aandeel dat ik verkocht heb. En daar heb ik winst genomen, maar dat gaat ja, 180 euro dit jaar. Dus hier zie je eigenlijk hoe het portfolio, waar de winst vandaan komt. Inmiddels is het trouwens, misschien valt het je op, uh, de layout uh, van de portfolio dividend tracker is aangepast. Dat hebben ze eerder deze week gedaan. Dus hier zien we de prestatie. Hier zien we eventueel de waardeontwikkeling en dan zie je duidelijk hier onderaan de stortingen telkens in het grijs. En bovenaan zie je de waarde van het portfolio, dat natuurlijk veel volatieler is. Uiteindelijk zien we ook dividend. Uh, dit jaar 95 euro ontvangen. Dividendbelasting ook nog. Dus eigenlijk hadden we 100 euro ontvangen en dan iets minder uh, houden we over. Maar dat ziet er op zich best goed uit. En Alibaba gaat het dan op zich wel niet zo goed met de koers. Gelukkig ontvangen we dan nog wel dividend. Dat is altijd leuk meegenomen. De kosten zien we hier ook terug. Zo'n 11 euro brokerkosten. 16 euro transactiekosten. En dat is natuurlijk telkens als ik een aankoop of een verkoop doe, komen daar transactiekosten bij. Kijken we uiteindelijk naar de acties. De acties zijn eigenlijk de transacties die ik de laatste tijd heb gedaan. En als we even gaan kijken, dan is de laatste video ergens uh, in mei geweest. Ik weet niet precies welk moment, maar ik gok ergens rond deze periode. In ieder geval hebben we Coinbase nog bijgekocht op dat moment. Solventum had ik verkocht. Dat was een splitsing vanuit 3M. Um, dat heb ik uiteindelijk verkocht omdat ik me focus op 3M zelf. Nou, uiteindelijk kwam nog wat dividend van Visa, Skyworks, de AX ETF van 3M. Zien we wat um, dividend? En dan is er vorige maand in juni. Heb ik het aandeel Pool, oftewel Pool Corporation, gekocht? Dat waren drie aandelen. Als je even iets verder kijkt, zie je toevallig ook dat ik het afgelopen week heb verkocht. Waarom dat is, gaan we zo meteen even bekijken. Verder zien we dus nog wat dividend, nog wat kosten die we hebben gemaakt. Um, en het andere aandeel dat ik verkocht heb, en dat is 3M, daar heb ik deze week de positie van gesloten. En ook dat gaan we zo meteen even bekijken. Dus dit zijn eigenlijk de transacties sinds de vorige video. Als we dan overschakelen naar beleggertools.com, dat is de website die ik heb ontwikkeld om jou als particuliere belegger te helpen met het ontdekken, het onderzoeken en het waarderen van aandelen. En we gaan naar het dashboard, dan zoeken we ten eerste even, uh, laten we zeggen, het aandeel Pool Corporation op. Dat is het aandeel dus dat ik halverwege juni heb gekocht en ongeveer een week geleden heb verkocht, of begin deze week heb verkocht. Uh, we zien de koers hier behoorlijk. Uh, ja, dal, een flinke daling. Staat even door. En de laatste tijd zien we ook twee keer een flinke stijging. Als we iets verder naar beneden scrollen, gaan we eigenlijk terug naar ongeveer 25, 24 juni. Dan zien we hier in het nieuwsoverzicht dat uh, de Pool Corporation Q2 Guidance Cut indicates further weakness. En als we daarop klikken, gaan we naar Seeking Alpha. Dan gaan we naar een, um, een analist die een, ja, een rapport heeft geschreven. Een dag eerder kwam Pool Corporation namelijk met een, um, ja, een herziening van hun verwachtingen voor het tweede kwartaal en de rest van het jaar. En hij gaat hier in dit geval verder op in. Dat is altijd interessant, vind ik zelf, om te kijken hoe andere analisten, andere mensen denken over hetzelfde aandeel. Vaak um, zullen zij misschien positiever zijn, dan kunnen we daar misschien iets van leren. Soms zijn ze negatiever dan jij, kun je daar ook iets van leren. Het is altijd belangrijk om juist ook de andere kant van het verhaal te horen, vind ik. In ieder geval, dit is een best wel uitgebreide analyse. En in dit geval wil ik die even niet gaan lezen. Maar als we naar het aandeel zelf gaan, rechts naar het nieuws gaan, dan gaan we dus naar 24 juni. Het nieuwsbericht dat Pool Corporation Revises 2024 Guidance. Wat we hier in principe lezen is dat de outlook die ze eerder hadden afgegeven bij de vorige kwartaalcijfers, dat ze die naar beneden hebben bijgesteld. Oftewel, ze verwachten dat dit jaar niet zo'n goed jaar gaat worden. Eerst was het uh, 13. Tot 14,20 dat ze hadden verwacht en nu hebben ze dat bijgesteld naar een winst van 11 tot 11,5 dollar voor dit jaar, dus dat is best wel een behoorlijke daling. En dan zeggen ze er verder nog bij dat de omzet naar de beneden wordt bijgesteld met zo'n 6,5 procent, dus het zit zowel op de omzet als de winst natuurlijk dit jaar tegen en dat zorgt er eigenlijk voor dat het aandeel die dag ook onderuit ging. En als we het aanhouden dan ook even bijpakken in TradingView, als we de grafiek gaan kijken, dan zien we hier dat dal, dat we ook al op de website zagen in die grafiek. Uh, de 24ste kwamen ze waarschijnlijk dus na beurs met, dat, met, die, met die guidance cut. En uiteindelijk zien we de dag erop, ook al is de candle dan wel in het groen, zien we toch een daling bovenaan in het beeld van zo'n 8,04%. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat ze opende heel laag die dag en gedurende dag klom het iets naar boven bij. Uiteindelijk zien we dat een tijdje dat ze onder de 300 dollar uiteindelijk komen, wel wat positievere momenten hebben. En ook eerder deze week de echte uh, kwartaalcijfers kwamen, dat die op zich wel positief werden ontvangen. Dat daar de koers van het aantal juist op omhoog schoot. Uh, die dag zien we zo'n 10% in de plus. Dag erop nog zo'n 3,3% in de plus. Dus dat is zo'n beetje de laatste anderhalve maand. Sinds de tijd dat ik het aandeel ergens uh, hier heb gekocht. En hier dus ook weer heb verkocht. En kijken we dan wederom even naar Seeking Alpha. Gaan we terug naar het aandeel en pakken we dan even de uh, kwartaalcijfers erbij. Even kijken, dit is dus preview. Dit is de dingen waar het echt om gaat: de kwartaalcijfers. Dan zien we hier de cijfers. Die waren wat meer in lijn, maar wel dus in lijn met hetgene wat ze een paar weken eerder juist hebben, naar beneden hebben bijgesteld. Dus aan de ene kant werd het positief ontvangen, maar dat is ook gedeeltelijk eigenlijk omdat het van tevoren naar beneden werd bijgeschroefd, bijgesteld. En dat was voor mij in ieder geval een reden om het aandeel uiteindelijk dus na deze stijging van die 10% op die dag uiteindelijk op dat moment dus te verkopen. Dat kunnen we ook nog even zien als we terug gaan naar beleggertools, naar waarderen gaan, in dit geval de Lynchline. Dan was dat eerder toen ik het aandeel kocht, was dat een reden onder andere hier om het aandeel te kopen. Ik had het aan de ene kant berekend via de scenarioanalyse. Aan de tweede kant lijkt het een verband te zijn tussen de koers van, een aande van het aandeel en de aandeel. Nou zien we duidelijk dat hier een dip was. Ik heb het geloof ik gekocht rond de 330 dollar. En uiteindelijk is het dus onder de 300 dollar gegaan. Volgens mij had ik ook berekend dat het rond de 300 dollar beter was. Maar misschien een beetje ongeduldig, ik weet het niet. Ik had ook een best wel redelijke cashpositie. Ik had dus meer rendement kunnen maken. Maar nu het eigenlijk weer naar boven is geschoten. En aan de ene kant zit dat ten eerste weer boven, boven deze lijn. En wat ook zo is, is dat eigenlijk de verwachting van analisten dat die natuurlijk naar beneden is bijgesteld. Dat deze lijn eigenlijk eerst um, ja, sterker omhoog liep. En dat zou ook betekenen dat de koers eerder die kant op gaat bewegen en dat dat nu dus eigenlijk niet zozeer het geval is. We zitten al rond deze koers. En dat lijkt erop, als het een beetje dat verband er blijft wat we eerder hebben gezien, dat de koers niet heel veel laat zien in de toekomst. Totdat analisten weer positiever worden, totdat het bedrijf gaat zeggen, nou de winst of de omzet gaat juist weer toenemen. Op dit moment dus een, een reden van mij om uit het aandeel te stappen. En als we nog even snel gaan kijken bij de portfolio-dividend-tracker toen ik het verkocht heb. Dan zien we hier inderdaad dat ik op 14 juni het aandeel kocht. Op 25 juli het aandeel verkocht. Uh, met de prijzen, de koersen van dat moment. Kijken we naar het overzicht. Dan zien we dat ik het ongeveer één maand, iets langer dan één maand, heb vastgehouden. En toch, ondanks dat het niet zo heeft uitgepakt zoals ik had gehoopt, uiteindelijk 3,9% rendement heb gemaakt. 4,3% in principe aan rendement daadwerkelijk. Maar we hebben ook te maken gehad met kosten. Dus die gaan er nog vanaf. Dus. Ja, het valt niet heel erg tegen. Ik had alleen gehoopt dat het beter zou zijn gegaan. Als we dan naar het andere aandeel wat ik verkocht heb gaan kijken, 3M. Laten we meteen even hier kijken. Dan verkocht ik het dus op 26 juli. Um, scrollen we helemaal naar beneden. Dan zien we in augustus 2023 heb ik het gekocht voor 103 dollar. Kijk ook hier naar het overzicht. Dan heb ik het 10 maanden in bezit gehad. Dan heb ik uiteindelijk net geen 20% rendement gemaakt. Gerealiseerde winst. Er komt wat dividend bij gedurende die tijd. En de kosten, ook al zijn ze 4 uh, euro in dit geval, is procentueel gezien minder omdat de positie wat groter was. Dus uh, dit is een aandeel wat eigenlijk een beetje zo heeft uitgepakt zoals ik zelf had gehoopt ook. Aan de andere kant, als we de laatste tijd in de beurs hadden gezeten, waarschijnlijk voor die 10 maanden, hadden we ook ongeveer die 20% gehad. Dit jaar dus zo'n 13% in de plus. Dus ondanks dat ik heel blij ben met het rendement, lijkt er in dit geval voor dit aandeel niet. Heel veel verschil te zijn met de index, met de markt. Kijken ook dit aandeel even via beleggertools. Mmm, dan is het het bovenste aandeel, bovenste resultaat, moet ik zeggen. En ook hier wil ik even naar de waardering gaan. En direct naar de linsline. En dat maakt eigenlijk ook meteen duidelijk waarom ik het aandeel gekocht heb. Als je gaat kijken, dan valt hier in één keer de winst per aandeel. Valt hier in 2022 weg. En dat heeft te maken met twee rechtszaken die ze hadden. Eentje tegen. De gehoorschade was het um, en dat was met het Amerikaanse leger ook en nog een andere rechtszaak. Uiteindelijk werd hier wel een, um, in die rechtszaak werden wel uh, schadeclaims bekend, de bedragen waren bekend, het waren behoorlijke bedragen, maar het geeft in ieder geval zekerheid en dat was voor mij ook een reden om het aandeel toch te kopen. Omdat het betekent dat uiteindelijk, zeker ook omdat ze er tien jaar over mogen doen om dat uiteindelijk te betalen, gaat betekenen dat de winst per aandeel terugkwam. Gaat komen, nou die gaat ook terugkomen, dat zien we hier gebeuren. Eind vorig jaar al, en dit jaar zien we hem al oplopen nu. En de verwachting is dat dat eind dit jaar richting de 7 dollar gaat. De komende jaren zo richting de 9 dollar gaat. Wat we duidelijk zien, is dat de koers, als we misschien ook uitzoomen, de laatste tijd eigenlijk zeker zo af en toe erboven, een beetje eronder. Maar in de buurt zat van elkaar, er leek een beetje een verband te zijn. En hier was dat verband er dus niet. Het was dus eigenlijk, de koers was gehalveerd vanaf de 180 dollar bijna hier. naar 90 dollar hier, al heb ik het niet precies op die 90 dollar gekocht. Uiteindelijk was mijn verwachting dat de koers uiteindelijk zou gaan stijgen. Als die zekerheid er was, die winst terug zou komen. En dat zagen we nou juist afgelopen week gebeuren op de kwartaalcijfers. En misschien zien we dat het beste als we naar het overzicht gaan. Even in gaan zoomen. En dan zien we het duidelijk inderdaad, begin van het jaar ligt hier. Hij is nog wat gedaald. Want zelfs rond de 75 dollar... langzaamaan opgelopen. En de laatste dag is hij echt omhoog geschoten... vanuit die 103 dollar die het was... naar bijna 130 dollar op dit moment. En voor mij was dat een reden... om het aandeel te verkopen. Het idee wat ik had... heeft zijn eigen beetje uitgespeeld. Niet precies misschien de percentages. En dat speelt ook nog mee. Voorheen waren de percentages... of de verwachtingen van analisten... volgens mij ook iets hoger. Dus ook wederom... Nu als we gaan kijken, als dat verband er een beetje is, soms erboven, soms eronder, lijkt het nu alsof de koers een beetje in de buurt ligt van wat we de komende tijd gaan verwachten, kunnen verwachten, wat analisten in ieder geval verwachten, en dat er dus niet per se heel veel upside meer in het aandeel zit. Voor mij een reden om het aandeel te verkopen, ook al heb ik nog niet per se een aandeel op het oog wat ik per se de komende tijd wil gaan kopen, omdat ik het denk dat het interessant geprijsd is. En daarover gesproken, dat is eigenlijk hetgene waar ik een beetje naar aan het kijken ben. Tot dit moment, eigenlijk, als ik naar mijn watchlist kijk, dan is alleen het aandeel Visa dat procentueel gezien een paar procent afwijkt van de koers die ik interessant vind. Zelf heb ik hem nu ingesteld op 250 dollar. Heeft hij deze week net niet aangetikt. Dat zou een aandeel kunnen zijn dat al in het tweede portfolio zit. Wat ik ook in mijn eerste, mijn grote portfolio heb zitten, dit aandeel. En wat eventueel een aandeel zou kunnen zijn om te kopen. Verder heb ik, zoals gezegd, wel wat aandelen die ik in de gaten houd. Maar nog niet aandelen waarvan ik op dit moment zeg: Van daar heb ik genoeg onderzoek naar gedaan. Daar ben ik tevreden over de waardering om het aandeel op dit moment te kopen. Maar laat zeker weten wat jij denkt. Ten eerste van de twee aandelen van 3M en van Pool Corporation, hoe jij daar tegenaan kijkt. Of dat je misschien nog aandelen hebt die jij juist wel interessant vindt. Laat weten welke het aandelen het zijn, waarom jij ze interessant vindt. Daar kan ik wat van leren. Kunnen andere kijkers wat van leren. En dat is natuurlijk ook het idee van dit YouTube-kanaal. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.